aanvraag aan de heer Van Oosterbrugge, voorzitter. Beluister ik nou net goed dat, of eigenlijk moet ik de vraag open formuleren. Bedoelt de heer Van Oosterbrugge met zijn vraag of bij het vaststellen van de eigen bijdrage rekening kan worden gehouden met de kosten van kinderopvang, dat dat betekent dat de eigen bijdrage lager wordt vastgesteld? U spreekt volgens mij over de eigen bijdrage voor kinderopvang. Die is natuurlijk beperkt. Volgens mij is dat daar los van. Want goed beschouwd, zodra Oekraïners werken, vallen zij gewoon in het loondomein en is het inkomen bekend en wordt er automatisch een bijdrage berekend of een kinderopvangtoeslag berekend zometeen. Nee, we hebben het hier specifiek over de eigen bijdrageregeling voor Oekraïners die middelen hebben en in de opvang zitten. Volgens mij bent u daar met mijn collega, meneer de heer Veldkamp, mee bezig geweest om te kijken of Oekraïners meer kunnen bijdragen aan hun eigen opvang. En daar zit wat mij betreft de component voor zorg ook in. We hebben daar natuurlijk even contact over gehad buiten deze vergadering. Het lijkt me goed om in die construct, ook op het gebied van zorgtoeslag en betalen van premie, gelijk kinderopvang en kinderopvangtoeslag, wat we nu aan het normaliseren zijn. Het was een uitzondering en het wordt nu gewoon een wet, gelijk als die voor Nederlanders geldt. Lijkt me een goed idee om dat met elkaar te harmoniseren. Mevrouw Keijzer. Helder, voorzitter. Maar dan is de opbouw van argumenten die de heer Van Oosterbrugge hier neerlegt toch hetzelfde als voor de premie voor de zorgverzekering. Er kan vastgesteld worden wat het inkomen is. We moeten de kosten voor het levensonderhoud voor Oekraïners die werken zoveel als mogelijk gelijk stellen aan die van Nederlanders. Dus leg je gewoon ook de zorgverzekeringsplicht op. Want dit is een van de aspecten waarbij Oekraïners gewoon vele malen beter af zijn financieel gesproken dan Nederlanders. En er is geen argumentatie om dat anders te organiseren. Want als je voor de huurtoeslag kunt vaststellen wat het inkomen is, als je dat voor de kinderopvangtoeslag kunt vaststellen, kun je dat toch ook voor de zorgtoeslag? De heer Van Oosterbrugge. Nou, allereerst, dit debat vandaag gaat over de kinderopvangtoeslag. En daarin denken wij volgens mij in ieder geval langs dezelfde lijnen. Op het gebied van de zorgtoeslag hebben we te maken met de regeling medische zorg ontheemde. En hoe dat precies ingrijpt op premiebetaling, handhavingsplicht en zorgtoeslag, zijn wij daar volgens mij de afgelopen 12 uur niet uitgekomen. Althans, ik onderstreep het idee dat je, net zoals bij de kinderopvangtoeslag, naar een vorm van normaliseren gaat en Oekraïners gelijk gaat behandelen, gelijk Nederlanders. Hoe de precieze uitwerking is, vind ik lastig om in 12 uur, inclusief 8 uur slapen, te beoordelen. En vandaar ook de vraag aan de minister. Kunt u dat toelichten? Wat is uw visie daarop? En wellicht is daar ambtelijk al over nagedacht. En kunnen wij een panklare oplossing met elkaar afhameren? Tot zo op dit punt, mevrouw Keijzer. Maar dan is wel noodzakelijk dat de heer Van Oosterbrugge zich uitspreekt. Namelijk dat hij ook vindt dat Oekraïners die hier wonen financieel niet anders beoordeeld moeten worden dan Nederlanders. En dat dat dus betekent dat je in principe die zorgverzekeringsplicht oplegt. Hij wordt nu niet gehandhaafd, er is expliciet voor gekozen, oplegt. En waarom, voorzitter? Omdat je dan premie betaalt. De reden om dat niet te doen was, dan komen ze ook in aanmerking voor de zorgtoeslag. En dat is allemaal ingewikkeld, want deze mensen hebben allemaal tijdelijke contracten. En dat kan niet, voorzitter, als het voor de kinderopvangtoeslag helder is waar mensen werken en hoe hoog het inkomen is om de kinderopvangtoeslag vast te stellen. En voor de huurtoeslag, voorzitter, want dat lazen we ook in de stukken. Dan zou dat toch hetzelfde moeten gelden voor de zorgtoeslag. Dank u wel. En kan je dus de premie ook gewoon opleggen. Dank u wel. Uw punt is helder. Ik kijk naar de heer Van Oosterbrugge, waarbij ik wel wil opmerken dat het hier natuurlijk wel gaat om de wet kinderopvang. Maar goed, de heer Van Oosterbrugge. Nou, u vraagt mij een politieke afspraak hoe wij Oekraïners onderdeel moeten laten zijn van onze maatschappij. En dat is precies wat ik net ook in mijn bijdrage doe. Ik denk dat het goed is. Ik denk dat het tijd is dat we met elkaar spreken hoe we Oekraïners ten volle kunnen betrekken bij de Nederlandse maatschappij, gelijk Nederlanders, gelijk statushouders. We
staan hier voor de kinderopvangtoeslag. Daar hebben we met elkaar maanden over nagedacht. Mede ook vanwege het feit dat de dingen niet helemaal scherp en helder waren. Daar zijn we nu gekomen, hebben dat afgewogen en wij steunen deze wet. Ik ben het ook helemaal eens met de woorden die mijn collega van de VVD daar juist over uitsprak. U bracht gisteren op het punt van zullen wij ook met de handhaving van de zorgverzekeringplicht aanvangen. Nou, dat is een ander onderwerp, daar zijn we ingedoken. Ik voel daar zeker wat voor, comma, kan niet helemaal goed overzien hoe dat ingrijpt in de RMO. En dat is precies waarom ik in mijn inbreng aan de minister vraag of zij daar ideeën over heeft. En ik ben zeker bereid om daar de komende weken met elkaar over van gedachten te blijven wisselen. Want voor mij staat als een punt boven water dat het tijd is om Oekraïners op een gelijke wijze te behandelen.